Ik zie alles weer, dat is ook top. Yo! Welkom bij het ADO Journaal. We staan in het persruimte van ADO Den Haag in het Cars Jeans Stadion. Dan heb ik alles wel genoemd. We gaan eerst naar de persconferentie van Alberto Vos. Over het slotakkoord. Dag trainer. Hey jongen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Koud weekje geweest, hè? Behoorlijk, ja. Het was zo frisjes. Hè. Vandaag was alles wit ook. Nou, ik vind het wel lekker. Ik heb dit wel liever als regen, hoor. Ja, ja, je kan beter kou hebben dan regen. Daar kan je op kleden, hè? Ja, 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 precies. Maar nou, regen kun je ook kleden, regenpak. Wij zo een parapluutje erbij. Ja, trainer, nou ja, ik zie dat je de hele week bezig bent geweest met kijken hoe je die jongens scherp kan krijgen. Gisteren hebben ze ook nog even een keertje duidelijk verteld wat je verwacht van het team. Denk je dat het kwartje gevallen is? Ja, dat is altijd wat je wil. Je wil kijk, coachen is ook natuurlijk het beïnvloeden van je spelers. En ja, dat doe je eigenlijk iedere dag. De ene keer binnen, de andere dan eens een keer buiten. Er zijn altijd een paar supporters natuurlijk die daar getuigen van zijn. Maar ja, kijk, soms is dat wel eens een keer met harde woorden bij mij. En ook wel eens een keer met een arm om de schouder. Dus het wisselt. Daarin moet je nooit voorspelbaar worden. En nou ja, ik ga ervan uit dat iedereen weet waar we voor staan. Dus in dat opzicht hoop ik wel dat het kwartje geval is. Ja, want zoals je ze gisteren, nou je weet, ik ben er altijd. Zoals je ze gisteren toesprak, heb ik je eigenlijk nog nooit gezien. Nou ja. Dat is een kant van mij die niet zo bekend is dan. Nee, oké. Okay. Maar dat komt wel eens voor, maak je geen zorgen. Oké. Okay. Het is een statistiek eigenlijk. Ja, ja. Oh. Ja, ik heb dure woorden begrijp ik niks. Maar in principe ben ik maar een kleintje natuurlijk. Met zo'n dekseltje op mijn hoofd. Trainer. Wij hebben van de week in diverse opstellingen hebben we gespeeld, zeg maar. Nou ben ik er niet helemaal uit wat het team nou gaat worden morgen. Benen jullie eruit of ook nog niet? Ja, het zou gek zijn als we er niet uit zijn nu. Oké, okay. Nou nee, de opstelling dan maar. Ik moet nog wel, ik moet dat zoals jullie weten, nog altijd wel even met de medische staf nog even de laatste eventuele twijfelgevallen bespreken. Maar ga ervan uit dat wij er wel uit zijn. Ja, oké. Okay. Dus zeg maar de jongens die deze week wat minder hebben gedaan, maar die er vandaag wel stonden, ik noem geen namen, die kunnen gewoon spelen. Ik ga er, zoals ik nu de training heb gezien, vanuit dat iedereen kan spelen. Behalve natuurlijk Ricardo, ja. Trevor, die nog aan het herstellen zijn. En ja, er waren een paar jongens niet helemaal fris. Wat ik net al zei, Malone moet ik nog even bespreken, ja. Want die is echt een paar dagen niet zo lekker geweest. Dus dat wordt denk ik nog wel een groot twijfelgeval. Maar voor de rest is iedereen dan beschikbaar. Oké, okay, heb je moonboots? Nee joh. Oh, want ik doe ze morgen al hoor. Dus we gaan gewoon lekker naar Tilburg en we gaan een lekkere pot spelen. Oké, okay, dat hoop ik ook maat. Succes. Dankjewel. Dankjewel. Dat was Fons, Luister en Huiva. 21 december, schrijf dat even op in je agenda. Dan hebben we een koppel klaverjas toernooi in het supporters home. Koppel, je komt met twee personen. Als je nou alleen bent, dan ken je ook, want dan koppel je zeg maar in het home aan iemand. Dat is 21 december. Is een beetje een kerstklavios. Vorig jaar was erg leuk. Ik zou komen, je kan je eigen inschrijven. Dat zet ik even hier neer, dat je dat kan lezen. Dat vind ik wel belangrijk. Gaan we nou naar Tommy. Ja, nou we zijn weer druk hoor. Kijk maar. Nou, sta ik met Tommy. Waarom sta ik met Tommy? Nou, ik ben de hele week op die trainingen geweest, Tom. Zie ik je collega, zeg maar, die op jouw plek speelt, die zie ik niet echt heel vrolijk. En ik zag jou gaan, dus ik denk, nou, Tommy speelt. Nou zijn we het hier allemaal eens dat je speelt. Maar trainer heb het nog niet aan jullie gezegd, of wel? Of weet je al wat? Ik weet dat ik speel. Ja. Ja. Maat, heb je zitten verbijten op die bank? Ja, daar word je zeker niet vrolijk van. Dat besef komt eigenlijk pas als je op de bank zit. Dan denk je pas weer van dat je hier niet wil zitten. En dat je weet dat je er gewoon echt alles weer aan moet doen om in de baas te komen. Door keihard te trainen en
en morgen te presteren. Ja, die eerste keer dat je zeg maar daarnaast stond, was je tijdens de training, toen je het waarschijnlijk merkte, mm-hmm. ook met de hesjes natuurlijk, mm-hmm. toen was je niet vrolijk, hè maat? Nee, dat is heel eerlijk gezegd, dat doet heel erg pijn. Ja. Ik bedoel, en het was ook terecht dat de trainer mij op de bank zette. Want ik was de laatste weken gewoon niet de oude Tom. En dat wilde hij weer zien. En ook op trainingen. Ja. En op training liet ik het ook niet zien. Want je denkt onbewust. Je mag het niet zeggen, heb ik net ook al gezegd. Ik speel en maar dan komt in één keer die deks op de neus. Ja. En dan zie je het licht weer. En dan zie je gewoon weer dat je naar de baas moet. En door keihard te knallen en te beesten. En dan weet ik gewoon dat ik er weer in kom. Ja, want die teleurstelling bij je. Ik denk dat hij een dag of in ieder geval een wedstrijd heeft geduurd. Mm-hmm. En toen zeiden we op de tribune ook van hij is wel een beest aan het trainen. Ja, en dan krijg je weer het besef. In het begin dan denk je potverdikken me, denk je dan? Ja, potdorie. Potdorie, denk je dan? Dat is niet leuk, denk je dan? Dat is een beetje minder. Dat is minder, dat is een tegenvaller, denk je dan? En dan denk je, oké, nu moet ik gewoon weer gaan beesten, gewoon hoe ik ben. En dat heb ik gedaan. Heb Nick toen wat tegen jou gezegd? Van, joh, kom op, jouw tijd komt ook. Of nee. Dat zeg jij ook niet tegen hem nou? Nee. Ik bedoel, ik heb dat niet nodig. Niemand hoeft tegen mij te zeggen, kop op. En ik heb vertrouwen in mezelf. Ik ken mijn eigen kwaliteiten. En ik ken al heel goed. Mijn grootste kwaliteit is dat ik weet wat ik niet kan. Ja, en ja. Ik heb dat niet nodig. Ik weet dat ik gewoon, als ik gewoon presteer op de training en dadelijk gewoon weer in het veld, dan weet ik dat het goed komt. Ja, maar we hebben nog twee wedstrijden te gaan. Denk je ook, want de trainer zegt wel in de persconferentie van, ik wil Tom gewoon nog twee wedstrijden zien, want die hebben gewoon goed gespeeld. Ik wil hem nog twee wedstrijden zien. Maar denk je ook dat het kijk, het lijkt net of we het Haagse even missen. Dat mm-hmm. alleen Lex en Bakkertje, weet je wel. En mm-hmm. dat het echte Haagse, met jou erbij, is het achter ook Haagse. Mm-hmm. Zo zien wij dat. Denk jij dat de trainer dat misschien ook zo ziet? Dat zou kunnen. Ik bedoel, je hebt net de persconferentie gehad. Ja. Dus ik weet niet of u dat hebt gezegd of jij hebt gevraagd. Of, nee, het was nog een goede vraag geweest om te stellen. Ja, misschien. Maar je weet, als ik aan de beurt ben, dus als laatste, dan heb iedereen dat kan het al. Wat zegt dat? Ja, dus nee, maar dat doe ik gewoon. Dan neem ik zeg maar, als die of die een goede vraag hebt gesteld en er zit een leuk antwoord in. Ja. Dan doe ik thuis gewoon trainer en bla bla bla. Ja, zo. Ja. En dan geef hij het antwoord. Lijkt net of ik een goede vraag heb gesteld. Nee, maar ik geloof ook wel dat jij die vraag ook gewoon stelt. Ja, maar ik, maar, nou, ik, af en toe ik, heb je gewoon ook geen zin. Nee, maar dat het is een praatje. Bij trainingen dan af en toe. Ja, toch? Ja, dat hebben we dat allemaal. Dus het is toch menselijk dat af en toe loop je een klein beetje de kantjes ervan af. Ja, nou, ik mag de kantjes ervan aflopen, want mm-hmm. ik ben zeg maar op die leeftijd. Ja, dat je gewoon kunt doen wat je wil. Is dat lekker, man? Dat is waar. Het enige. En op mijn leeftijd deed je het ook wel eens? Gewoon op jouw leeftijd deed ik eigenlijk ook wel. Alleen was het wat wilde, Tom. Dat zie ik in jou ook, weet je wel. Ja, ik was vroeger ook zo'n gozer, weet je wel, die. Maar goed, daar gaat het niet over. Willem II. Hebben we al een vraag over Willem II gehad eigenlijk? Nog niet, Alberto. Oh, even kijken hoeveel minuten zijn we. Nou, sorry kijkers, volgende week verder. Nee. Ik heb ze verleden week gezien. Waren ze niet best thuis? Klopt, wij hebben beelden gezien. Ik heb niet de hele wedstrijd gespeeld, want wij speelden zelf ook zaterdag. Maar wij hebben wel uitgebreid beelden gekeken. Ja, en er lopen er natuurlijk ook een paar die ook gevaarlijk zijn. Zeker, ze hebben een goede voorhoede, ze hebben een goede nummer 10. En ze hebben een goede centrale verdediger natuurlijk. Ze hebben leuke spelers, maar met alle respect, ik denk dat wij gewoon een betere selectie hebben. Ja, maar wat ik dan van iedereen hoor, ook alle supporters die ik spreek, dan zeggen ze wij kunnen de wedstrijd niet maken. Ja. Ja, is dat zo, maat? Nou ja, dat is wel. We hebben daar wel moeite mee dat echt op het voetballend gebied echt domineren. Echt dat we meer balbezit hebben. Ja, dat zie je wel. Dat het te statisch is, te weinig beweging is. En we hameren erop, we trainen erop. En trainingen gaat het vaak heel goed. Ja. Alleen we moeten het ook in de wedstrijd laten zien. Is belangrijk. Daar gaat het om. Want gisteren had de trainer die had nog van. Ik verwacht van iedereen gewoon welke actie het is, of die goed was of fout was. Niks mee te maken, dat maakt niet uit, daar zijn we niet boos om. Maar wel vol gas terug naar je plek. Ja, en dat hebben we vanochtend ook weer teruggekeken naar de training. Ja, maar nu heb ik ook bij de training gezien dat jullie onwijs teruggingen. Ja, precies. En dat
ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat de trainer dat moet zeggen, dat het niet van ons komt. Ja. Dat snap ik. Maar goed, daar heb ik ook geen verklaring voor. En ik hoop dat het nu het besef is dat we dat gewoon moeten doen. En dat horen we altijd te doen. Want je ziet het ook bij Real Madrid, de Juventus, dat Cristiano Ronaldo 50, 60 meter gewoon terugsprint om zijn linksback te helpen. Ja. Dus waarom zouden wij het dan... Precies. Dus, ja, we zijn niet allemaal dezelfde type mens. Nee, maar we moeten opdracht elkaar helpen. Is opdracht. Ja, opdracht is opdracht. En dan rust je maar uit op je plek. Precies. Of je laat je lekker wisselen en zorgt dat iemand anders wel dat de wissel dat wel opbrengt. Maar het schijnt morgen heel erg koud te worden. Nou, wij zitten natuurlijk op de tribune met de moonboots, truien en de hele poppenkas. Je hebt gewoon die dunne voetbalschoenen. Merk je daar nog wat van? Nee, tuurlijk niet. Morgen gaat is dat emotie, dat zet je uit en dan heb je nergens last van. En 95 minuten knallen. En dan daarna heb je het weer koud. Maar onder de wedstrijd heb ik het niet koud. Zijn jullie daar echt, is het hele team daarvan bewust, maat? Dat jullie moeten knallen nu? Ja, tuurlijk. We trainen goed en we attenderen de hele tijd elkaar erop. Daar heb ik wel het geloof in. En dan hoor ik ook wel eens mensen zeggen, en dat heb ik wel eens meer aan spelers gevraagd. Ja, er zal wel wat in die groep zijn wat niet lekker zit. Nee, dat maar klopt. Als ik dat dan zie. Nee, maar dat is ook zo. Want als je kijkt naar Nasser en Becker, die hebben gisteren nog gevochten in de kleedkamer. Ja, ja. En Swinkels en dingen. Nee, we hebben een fantastische... Ik dacht, hey, dat is serieus. Wat gaat die Nasser? Ronald, moet ik dit eruit halen? Nee, we hebben echt een hele leuke groep. En dat is misschien wel het gevaar. En dat zegt de trainer ook wel. We hebben zo'n goede groep dat we misschien te weinig de waarheid wordt verteld. Ja, en dat we allemaal dat juist... Dat we lief zijn voor elkaar. En dat is denk ik eerder dan dat we elkaar niet mogen. Want we hebben gewoon één goede groep. En we moeten dat zakelijke en privé moeten we gewoon gescheiden houden. In het veld mag je elkaar gewoon de les... En gewoon accepteren. Wie het ook, scherp zetten. Precies, al ben je 16 jaar. Ja. Die mag tegen Lex gewoon op zijn flikker geven als Lex zijn werk niet doet. Ja. En Lex mag dat bij die 18-jarige doen. En na de training heb je het erover en dan is het klaar. En dat kan nog veel beter op ons. Dat moet nog meer gebeuren. Dat ben ik zeker van overtuigd. Maar wij hebben echt geen irritaties onder elkaar. Verder is alles of Becker en Sheridan. Dat vechten, die spelers met elkaar. Maar verder is er niks aan de hand. Nee, zeker niet. Nee. En trainer, die sluiten jullie regelmatig een dag op in de bezemkast. Ja. Wordt daar veel over gesproken? Nou ja, ik bedoel, dat moesten we eigenlijk intern houden. Dat is toch... Dat wel naar buiten komt dan. Oh ja, ik weet ook niet eens of het een bezemkast is. Ja, het is wel een kast met een sleutel. Ja. Nou, waanzinnig. We hebben gesproken met Tommy. Ik ben blij dat hij er weer bij is. Dus we gaan morgen vanaf 8 uur in Tilburg, is dat toch? Tilburg. Nee, anders rijden we weer met die Tom ergens anders. Komen we weer de tweede helft aan, dat is ook niks. Naar Waalwijk. Maar het goede wedstrijd en ik hoop dat we... Dat we Tommy zien met een elftal wat hij aanvuurt en dat die ook gaan draaien. Daar ga ik voor zorgen, Alberto. Oké, topje maat. Goeie wedstrijd. Ik zal knallen, dank je. Ik wil punten erbij, want anders moet ik zo met die kerst met die poepert. Ja, maar ik had al gezegd, we praten met twee spelers. En niet tenminste natuurlijk onze topscorer. Maat, hoe is het? Goed. Goed. We moeten nu natuurlijk de focus hebben op Willem II. Ja. En ik voel me goed. Je weet zelf, je speelt dit elftal. Het gaat niet helemaal van een leien dakkie de laatste tijd. Je zat er nog niet ver vanaf verleden week, want anders had je er ook nog een gemaakt natuurlijk. Maar heb ik van de week de trainingen gezien en zag gisteren de trainer ook. Die ging een beetje van leer van wat hij van jullie wilde. Is dat aangekomen bij jullie? Ja, allereerst, dat is natuurlijk terecht. De trainer die heeft daar gelijk in. Het moet allemaal een stukje beter. Hij weet ook dat we beter kunnen. Dus dan is het ook terecht dat hij dat even aangeeft gisteren op de training inderdaad. Ja. En wij moeten het uiteindelijk doen. Tegen de Graafschap, wat je zegt, ook ik persoonlijk in een paar momenten die normaal wel zitten, zaten dit keer dan niet. Jammer. Oké, dan pak je... Zij kregen ook nog een paar goede kansen. Weet je. Tuurlijk, we moeten thuis gewoon winnen van de Graafschap. En je kan hem ook verliezen. Dat is wel de realiteit. Gelukkig pak je dan in ieder geval een punt. Teleurstellend, maar ja, dat is nu geweest. We hebben nu een goede week achter de rug. En nu moeten we hard getraind. En nu ready voor morgenavond in Tilburg. Ja, Tommy weer terug in de achterkant. Is toch een Haagse jongen. Is dat anders in plaats van Nick? Weet je, is het anders dan als Tommy er staat? Of maakt het voor jullie als middenvelder niks uit? Nee, voor ons als middenvelders maakt het niet uit. Kijk, de verdedigers moeten die spitsen uitschakelen. Dat is nu niet anders.
En wie daar dan staat, dat maakt niet zoveel uit. Tuurlijk, Tom heeft andere kwaliteit dan Nick. En Nick heeft het ook heel goed gedaan. Alleen ja, uiteindelijk bepaalde trainer wie er speelt. En die moet het dan ook laten zien. Ja, maar je maakt, meestal zijn je doelpunten heel, heel mooi. Omdat ze geplaatst of precies goed zijn. Dat het alleen dat gaatje is waar ze doorheen gaan. Maar we hebben drie spitsen in principe. We hebben Valkenburg, we hebben Nezit, we hebben Zhang. Maar jij maakt de meeste doelpunten. Ja. Is daar een verklaring voor? Of is alleen de verklaring, ja, hun maken ze niet? Nee, kijk, de verklaring is simpel. We weten dat ze het kunnen. We weten dat ze goals kunnen maken, alle drie. Dus er zijn er meerdere spelers, alleen het moet gewoon even goed vallen. Lex Immers kan goals maken, ja. Becker. Alleen het moet gewoon even goed vallen, ook voor die boys. Kijk, een spits, je weet dat het werkt met vertrouwen. Als Nezit straks een paar goals maakt, of Valkenburg, of Juning, ja, dan zijn ze los. Ja. En ik heb wel vertrouwen in dat gaat komen. Maat, ik weet dat jij daar nu niet mee bezig bent, maar ja, in de media, in de sociale media, bij ons op de tribune, ja, we houden daar rekening mee. Want ja, dat je onhoudbaar voor ons wordt, dat er misschien in de winterstop wel wat gaat gebeuren. Sta je voor zoiets open? Om eerlijk te zijn, we hebben nog twee wedstrijden tot aan de winterstop. Daar focus ik me op. Weet je, en voor de rest moet je altijd kijken. Kijk, ik heb altijd de ambitie als het gewoon een hele mooie club is. En is misschien je laatste kans in je leven. Dan moet ik er naar kijken. Ja. Zeker weten. Alleen of ik echt daarop sta te popelen, dat niet. Weet je, laten we eerst die twee goede wedstrijden goed doorkomen. Ja. Zoveel mogelijk punten proberen te pakken. En dan kijken we wel wat er in de winterstop gebeurt. Als we nou bijvoorbeeld Willem II morgen gewoon pakken, dat we winnen, dan hebben we drie punten. Feyenoord, zeg maar, voor een verrassing zorgen dat we een punt pakken, of misschien wel drie. Dan sluiten we toch de eerste seizoen zelf nog goed af. Tuurlijk, dat zou ideaal zijn. Ik weet niet hoeveel punten we vorig jaar hadden in de winterstop. Nou, volgens mij ook zoiets. Oké, ja. Beetje dat. Uiteindelijk moet je het wel eerst doen. Alleen als wij morgen een goed resultaat halen in Tilburg, dan is die... Dan ben je ook sterker tegen Feyenoord. Ja, dan is die thuiswedstrijd tegen Feyenoord toch iets minder druk erop. En ja, gewoon een extra toetje. Alles wat je pakt is mooi meegenomen. Ja. Dus dat zou wel mooi zijn als we zo die wedstrijd in kunnen. Ja. Morgen is die wedstrijd om 8:00. Hoe ziet nou vanaf nu tot morgen 8:00 jouw programma eruit? Wat doe je bijvoorbeeld? Ja, helemaal niks eigenlijk. De dag voor de wedstrijd probeer ik gewoon. Ik kom thuis, ik ga lekker liggen. Even wat lunchen. En daarna is het gewoon lekker rusten. Rust. Een beetje wat video's kijken op via YouTube of zo. Ja. Kijk je dan voetbal of kijk je films of muziek? Nee, voornamelijk voetbal. Voornamelijk voetbal. Heel veel filmpjes van oud-voetballers. Meestal een dag voor de wedstrijd. En dan later in de avond probeer ik gewoon een live voetbalwedstrijd te kijken. Ja, ja. Daarna vroeg naar bed. In ieder geval gewoon goed rusten. Ja. Goed eten. Altijd een dag voor de wedstrijd. En dan... hopen op een fitte, superfitte Nasser de volgende dag. Oké, top maat. Ja. Ik zie je morgen. Ja, ik ga zwaaien. Thanks. Goed, nou, dit was weer het ADO-journaal. Het zit erop, hè. Die is klaar. Dus u kunt naar de computer uitzetten en gaan eten of iets anders. Ik zeg, laters!